Zo ging het gisteren aan toe bij de viering van de Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid, gisteren op het terras van het Presidentieel Paleis. Ruim 320 personen die een bijdrage hebben geleverd aan de Surinaamse cultuur en de natievorming zijn gehuldigd. Dit heugelijk moment vond plaats in het kader van de jubilea-immigratie van de Chinezen, afschaffing van de slavernij, immigratie van de Portugezen en Hindustanen. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat met de verbondenheid van emancipatie en immigratie de Surinaamse bevolking meer mogelijkheden voor verzelfstandiging en zelfbeschikking creëert. Met andere woorden, meer productie, meer groei en meer ontwikkeling voor ons geliefd land. Maar natuurlijk komt dit niet zomaar. Dit vraagt om eenheid, verbondenheid, solidariteit en inzet. Laten we met elkaar steeds meer op zoek gaan naar wat ons verbindt in plaats van wat ons kan scheiden. En hoe wij ons kunnen inzetten voor groei en ontwikkeling. Fuset u oso sranang kumbumfasi. Jack Uden, voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren, legt uit dat de mensen die gehuldigd zijn bijzonder arbeid hebben verricht tot behoud en ontwikkeling van de culturen en identiteit van de groep van waaruit ze zijn voortgekomen. Volgens Uden moet dit niet gezien worden als rassenscheiding, maar dat alle culturen de mooie diversiteit van Suriname weergeven. De mensen die zijn gehuldigd zijn voorgedragen uit de subcommissies van de jubileumjaren. Een heel speciale oorkonde is hiervoor ontworpen, gekoppeld aan een pin als het embleem van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023. De Nationale Commissie heeft, zoals ik dat bij meerdere gelegenheden heb gezegd, gekozen als slogan voor deze tijd: eenheid is kracht. Met een embleem dat die eenheid tot uitdrukking brengt. De handen, u ziet het daar op het bord, in de kleuren van onze vlag, in een cirkelvorm, rood, dat staat voor vooruitgang, groen voor vruchtbaarheid van ons land, en op een wit achtergrond, en wit, dat hoef ik u niet te vertellen, dat staat voor gerechtigheid, voor vrede, voor vrijheid. De handen met die diepere betekenis, die koesteren die gele vlag, die gele ster, pardon, die symbool staat voor een gouden toekomst. Uden benadrukte dat de erkenning een blijvende herinnering moet zijn voor de mensen die gisteren gehuldigd zijn vanwege hun bijdrage aan eenheidsvorming in de gemeenschap.